kijkers. Een van de ondernemers die ook deelneemt aan deze ACS Expo is de Wellness Studio. En mevrouw Vanessa van Hetten hebben we vandaag in onze studio. Welkom mevrouw van Hetten. Goedendag, welkom, dank u. Kunt u ons vertellen, de Wellness Studio, hè? De naam zegt het zo een beetje al, wellness. Maar wat doen jullie allemaal? Oké, laten we bij het begin beginnen van het verhaal. De Wellness Studio is een partner van Mobile Massage. En Mobile Massage en de Wellness Studio zijn partner van Suriname Heritage Group. Oké, om te komen tot de reden waarom we hier staan, en dan zal ik dat verder invullen wat we doen. Het Suriname Heritage Festival, dat is begonnen in 2011. En dat hebben we denk ik gedaan tot en met 2019. En dat was vooral om ons gebouwd erfgoed, wat we geërfd hebben, onze cultuur, onze taal, onze culinaire diversiteit te promoten. Daarmee zijn we gestart in Komowijnen, het is doorgegaan naar Brokopondo, Coroni en met Paramaribo, het centrale punt. Nou, dat heeft heel wat ondernemers aangetrokken, een aantal hebben hun eigen business daaruit ontwikkeld. Fast forward naar nu, Mobile Massage, dat is een leverancier van massages op locatie, aan huis, aan kantoor, vooral voor ondernemers. Dat is eigenlijk onze grootste doelgroep. Op events, corporate events vooral, teambuilding activiteiten. Dat ging goed. En ik denk eind 2023 zijn we gestart met onze eigen locatie, de Wellness Studio. En de Wellness Studio die biedt onder andere massages, relaxmassages, stressreliefmassages. En een andere bijzondere dienst daaraan is ook men's grooming services. Ik heb het genoegen gehad om met een hele goede partner te mogen meelopen in de barbershop. Ik heb mijn onderzoek gedaan, 2 jaar lang heb ik daar meegelopen. En dus de grooming services verleend aan vooral heren. U weet het zelf, er zijn genoeg salons voor vrouwen. Genoeg nagel, lashes, hair, everything. Waar gaan de mannen naartoe? Die services biedt de Wellness Studio dus ook aan. De heren kunnen daar terecht voor hun beard treatment, hun beard steam, hun facials in alle rust en privacy, zonder dat iemand meekijkt. Nou, de Wellness Studio en Suriname Heritage Festival hebben de handen ineengeslagen en bieden dus voor deze expo en beyond de Suriname Heritage Tour aan. Die tour houdt in historie, een combinatie van historie, cultuur, culinair, natuur en wellness op locatie. We gaan voornamelijk naar boven Suriname. Mm-hmm. En daar kunnen de mensen dus na aankomst, na het inchecken in hun cabana, genieten van een massage, een body scrub massage, langs de rivier of tussen de Sula's. Ja, ja dat kan ook in Suriname. Dat is Suriname. Ja, klinkt spannend. Ja. U sprak over mobile massages. Ja. Hoe is dat idee ontstaan? Uit eigen behoefte. Ja, ik hou van massages en ik kwam vaak te laat aan op mijn afspraak. Of na mijn afspraak moest ik nog toch andere stops maken waarbij bij aankomst ik zoiets had, ben ik gaan masseren. Dus ik ben het idee zelf gaan ontwikkelen. Toen waren er geen mobiele masseurs beschikbaar, of die dienst was er niet. En de vaste salon waar ik ging, die dames hadden geen equipment. En ze waren een beetje huiverig om, weet je, mag het wel van de directie om aan huis te masseren, want dat was mijn behoefte. Dus ik heb er tijd in gestopt. Ik heb mezelf laten opleiden. Ik heb tijd genomen voor mijn marktonderzoek. En ik heb dus Mobile Massage Suriname gecreëerd. Ja, en die diensten zelf aangeboden. Ik heb een aantal collega's waar ik mee werk die ook gewoon een eigen praktijk hebben. We moeten samenwerken in Suriname en dat doe ik dus ook. Als er grote boekingen zijn, dan staan we elkaar bij. Ja, ja. U praat over samenwerken. Deze expo is ook om betere samenwerking te hebben binnen de regio. Klopt. Is dat een beetje gelukt bij jullie? Ja, we hebben een paar mooie links kunnen leggen met onder andere Sint Lucia, Guyana. Ik denk dat Grenada er ook staat en Trinidad. Dus even follow-up meetings hebben en kijken welke samenwerking daaruit voortvloeit. Ja.
Ik zie ook een product hier, misschien dat u wat erover kunt vertellen. Ja, dat is onze Full Organic Body Scrub, de Maracuja Body Scrub. En dat gebruiken we dus bij de behandelingen in de Wellness Studio en ook tijdens de Wellness Tour. Het is een full organic product en het is gemaakt van Surinaams fruit. Daar wordt heb ik ook mijn tijd in gestopt. Gemaakt? Ja, dat wordt ook door ons gemaakt. We hebben tijd en onderzoek gestopt in ons product. En ik denk dat we nu 5,5 jaar verder zijn. Dus ik zag een paar exportpartners en dan gaan we even kijken wat de mogelijkheden zijn om dit geweldig Surinaams product, full organic product, zonder chemicaliën, over de grenzen te krijgen. Nou, dat is een heel prachtig idee, mevrouw Van Hetten. Ja. Tot slot, heeft u misschien een boodschap of een oproep? Richting ondernemers, ja? De Surinaamse ondernemer, neem de tijd om je idee uit te werken. Ga je dromen achterna, investeer in jezelf, doe wat je moet doen en step by step. Het is soms echt stapsgewijs, we willen soms te grote stappen maken in één keer, maar vertrouw op je idee. Know your purpose, dat verhaal waar ben je voor geroepen, en just follow your road. Yes. Nou, dank u wel, mevrouw Van Hetten, en heel veel succes toegewenst met de Wellness Studio. Dank u wel.